gaan veroveren. Heer Zijlstra. Meneer Zijlstra. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we spreken vandaag over de eerbiediging van de grondrechten. En iedere lidstaat van de Europese Unie biedt waarborgen voor de democratie, voor de rechtsstaat, voor de mensenrechten. Anders waren ze immers geen lid. Maar in dit parlement roept voorzitter Schulz op tot het inperken van de vrijheid van drukpers, door te stellen dat een islamkritische film niet verder verspreid mag worden. Dit parlement wil vrije discussies van vrije burgers beïnvloeden door anonieme propaganda op internet voor het Europees project tijdens de Europese verkiezingen. En dit parlement wil nog steeds dat Turkije toetreedt, een land dat geen enkel grondrecht erkent en dat journalisten opsluit. Voorzitter, dit parlement beschermt helemaal geen grondrechten. Zelfs niet het recht van volkeren op zelfbeschikking. Terwijl de Europese Unie zich tot een superstaat ontwikkelt waarin burgers alleen nog een speelbal zijn van ongekozen bureaucraten. Voorzitter, Nederland moet uit de Unie. Mijn partij heet niet voor niets de Partij voor de Vrijheid. De Nederlandse vlag moet weer in vrijheid wapperen. Dan pas zullen de Nederlanders hun grondrechten gegarandeerd zien. Hartelijk dank. Merci. Dank u wel. Merci. Meneer Marcos Curria. Grazie, presidente. Dank u, voorzitter. Nou, ik heb geluisterd naar rapporteur Michel, die wil nadenken over de mogelijkheid ons verslag in te dienen. Ik vind dat toch onrustwekkend. We doen er goed aan het...